Ik vond het leuk. Wat vond je er zo leuk aan? Omdat een man kwam. Kwam een man? Nee, dat was Rita Verdonk. Ja, het lijkt een beetje op een man, maar dat is wel een vrouw. Oh. Een voorleesjuffrouw, daar had ik helemaal niet achter IJzeren Rita gezocht. Nou, dat is toch weer een onverwachte kant dan. Is toch leuk? Ging het goed? Ja, volgens mij wel. Ik vond het heel goed dat hoe ze ging voorlezen. Waar ging het dan over, wat ze vertelde? Het ging over een man die had een schilderij gemaakt. Dat klonk heel erg als linkse hobby's, iets ook met een vreemdeling. Een beetje linkse hobby, hè, schilderij. Ja. Dat Rita Verdonk dan daar een verhaal over voorleest. Ja. Dat is bijzonder. Ja. Wie vindt dat Rita Verdonk beter kan voorlezen dan in de politiek kan gaan? Oeh, dat zijn er veel. Beter voorlezen dan in de politiek? Ja. De partij van Rita Verdonk die ging niet de hele tijd allemaal echt goed. Maar het voorlezen wel. Ze waren heel tevreden en ze vonden u zelfs als voorleesjuf eigenlijk beter dan als politica. Dank voor het compliment. Dus je moet maar gewoon fulltime voorleesjuffrouw worden? Ja!